Dit verhaal gaat over een bijzonder en groot huis, genaamd Corpsewood Manor. Het staat in the middle of nowhere en het lijkt een beetje op een kasteel, maar het is allesbehalve sprookjesachtig. Het is een beetje het type huis wat je terugziet in films, waar een groep jongeren naar binnen gaat en maar één van hen naar buiten komt. In Corpsewood Manor zouden namelijk duivelaanbidders wonen, die bizarre feesten geven en duistere rituelen uitvoeren. Op een dag worden twee lichamen gevonden in het bizarre landhuis. Gaat het hier om een offer aan Corpsewood Manor of is er iets heel anders gebeurd? Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Super fijn dat jullie weer kijken. Ik heb een minder fijn verhaal voor jullie vandaag. Het verhaal van Corpsewood Manor. Echt een verhaal waar ik diep in ben gedoken, maar echt super diep. Want het interesseerde me gewoon heel erg. Het gaat hier om een soort spookhuis en jullie weten dat ik best wel een beetje een horrorfanaatje ben. En de twee hoofdpersonen in dit verhaal vind ik gewoon super fascinerend. Ik ga jullie straks natuurlijk alles over vertellen, maar het is eerst tijd voor het reclamemomentje van vandaag. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Surfshark. Surfshark biedt diensten aan zodat je een VPN-verbinding tot stand kunt brengen. Dat biedt nogal wat voordelen. Een VPN staat voor een virtueel particulier netwerk. En dat houdt dus in dat je IP-adres wordt gemaskeerd met een ander IP-adres. Zo kun je veilig het internet op, anoniem en wel. Je privacy wordt beschermd, je zoekgeschiedenis, torrent downloads, je locatie. Alles is afgeschermd. Je wil natuurlijk niet dat je internetaanbieder weet waar jij stiekem midden in de nacht naar aan neuzen bent, hè, op het internet. Maar je kunt ook hele interessante dingen doen met een VPN. Ik doe natuurlijk heel wat researches, ik kijk wat documentaires. Sommige documentaires zijn in Nederland niet te bekijken. Maar als ik Surfshark gebruik en mijn locatie instel, als Amerika bijvoorbeeld, kan ik heel veel documentaires wel inzien. Dat geldt dus ook voor websites die in Nederland niet te bekijken zijn, maar dus ook streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max, die bepaalde series en films ook afschermen voor Nederland. Nou, dat is met Surfshark verleden tijd. Kun je alles bekijken wat ze in Amerika ook te zien krijgen. Surfshark VPN biedt ook een add-on service. Dat is een beveiligingsservice genaamd Surfshark One. En wat daar bijvoorbeeld bij zit, is een antivirus die je ook beschermt tegen virussen en malware. Surfshark behoort tot een van de beste VPN-aanbieders. En zodra je een abonnementje hebt, kun je het op zoveel mogelijk apparaten zetten als je zelf wil. Geïnteresseerd? Je kunt Surfshark downloaden via het linkje onderin mijn beschrijving. En met deze code krijg je 3 maanden gratis en een exclusieve deal. Dus ga naar de link, gebruik mijn kortingscode en maak gebruik van Surfshark. Tot zover het reclamemomentje. Surfshark, ontzettend bedankt voor deze samenwerking. Zonder dit soort samenwerkingen kan deze serie ook niet bestaan. Dus super bedankt. Tot de orde van de dag, de video. Het is natuurlijk tijd voor het verhaal van Corpsewood Manor. Houd er rekening mee dat de onderwerpen die ik bespreek ontzettend heftig zijn. En zo ook het verhaal van vandaag. Er komt moord in voor, een heleboel geweld. Er komt ook een best wel grote dosis homo-haat in voor, dus houd er rekening mee. Zeker nu het Pride Month is, hè, juni, vond ik het belangrijk om dit verhaal met jullie te delen. Het is een ontzettend pijnlijk verhaal. Ben je onder de 12 jaar oud? Zorg ervoor dat je deze video sowieso niet kijkt en wegklikt. Dan is het natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week, want elke week kies ik een comment uit waarvan ik denk, die moet benoemd worden. Wil jij kans maken op de volgende shout-out? Plaats dan iets onder in de reactie. Het mag ook over de zaak zelf gaan. Het mag over van alles gaan. Het mag een vraag zijn aan mij. Zet het onder in reacties. En vergeet daarbij niet de hashtag #sonnedy te gebruiken. Dan weet ik dat je mee wil doen. Deze week is de shout-out voor Kim. Dag Dionne, ik werk bij een benzinepomp en sta elke dag in mijn eentje. Ik heb dan één oortje in met jouw verhaal zachtjes aan. Zo volg ik het. En is mijn werk niet zo saai. Echt top. Super bedankt dat je dit doet. En echt zo fijn en rustgevend hoe jij dit allemaal vertelt. En zo respectvol ook. Dankjewel Kim. Ik hoop niet dat je, als je daar in je eentje staat, ineens de kriebels van al die verhalen krijgt. Maar super lieve reactie. Ik vind het altijd wel heel tof om te horen hoe jullie deze verhalen luisteren. En in wat voor omstandigheden. Deze vind ik zelf wel een beetje creepy. Dan de gebruikelijke disclaimer. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef is informatie die ik gevonden heb op het internet. Ik heb het slechts gebundeld tot 1 verhaal
voor jullie. Corpsewood Manor, het is echt een heel intrigerend verhaal. Ik heb het ook verteld in mijn podcast genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. Ben je erin geïnteresseerd? Ga dan naar polymo.nl/moordkast. Zeker in deze zaak kan ik op YouTube niet elk woord benoemen wat ik wil. Hè? Dan wordt deze video geflagged, offline gehaald of nog erger. Ik weet het niet. Ik wil dat risico niet lopen. Dus de ongecensureerde versie kun je dus beluisteren op Podimo. Ik ga echt in dit verhaal heel veel van die details weglaten. Dus let erop. Ik ga natuurlijk wel mijn best doen om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. En ik denk dat we daar maar heel snel mee moeten gaan beginnen. Dit is het vreselijk bizarre verhaal van de moorden in Corpsewood Manor. Ik zei het al in het introotje. Dit verhaal gaat over een groot huis genaamd Corpsewood Manor. Het staat echt in the middle of nowhere, maar iedereen praat erover. Het heeft namelijk iets griezeligs en mensen, ja, die houden de gekste geruchten erop na. Zo zou in Corpsewood Manor de duivel worden aanbeden. Er zouden bizarre feesten en worden gehouden. Je moet even lip lezen. En dat allemaal in combinatie met rare rituelen. Dit zijn althans de geruchten. Maar goed, ik ga jullie het echte verhaal van Corpsewood Manor vertellen. Dat wat er echt gaande was. En natuurlijk ook waar het vreselijk is misgegaan. En daarvoor gaan we even helemaal terug naar het begin. En naar de twee mannen die in Corpsewood Manor woonden. Het gaat hier om Dr. Charles Scudder en een man genaamd Joseph Odam. Dr. Charles Scudder wordt geboren op 6 oktober 1926 in een plaatsje genaamd Wauwatosa. Oh, het gaat nu al goed. Wauwatosa in Wisconsin. Jongens, het is hier echt bloedheet in deze ruimte. Mijn brein werkt niet optimaal. Wauwatosa in Wisconsin. Daar wordt deze Dr. Charles Scudder geboren. Als tiener gaat Charles naar het Oberlin College. Hij sluit zich daaraan bij het toneelklasje van de school. Van jongs af aan is het best al een authentieke jongen. Hier ontmoet hij uiteindelijk zijn eerste vrouw. Ze trouwen met elkaar. En dat gebeurt als Charles nog maar 19 jaar oud is. Super jong. Hun huwelijk houdt echter niet heel lang stand. Na een korte periode besluiten ze al te gaan scheiden. Een paar jaar later ontmoet Charles alweer zijn tweede vrouw, waar hij dus ook een aantal kinderen mee krijgt. Best wel een aantal kinderen. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, maar haar naam is Boerte Bunting. Het schijnt een dochter te zijn van een bekende Britse dichter genaamd Basil Bunting. Maar met haar krijgt Charles dus 4 kinderen. Vanaf 1950 hebben ze er elk jaar eentje gemaakt. In 1950 een zoon genaamd Saul. 1951 Gideon. 1952 wordt Fenris geboren. En in 1953 Ahab. Allemaal Bijbelse namen, geloof ik. En dat is best wel opvallend als je naar die namen kijkt. En ziet welke kant Charles langzaamaan opgaat. Maar goed, daar straks meer over. 4 kindjes. Maar goed, ook zij gaan uiteindelijk scheiden. Boerte en Charles. Hun huwelijk strandt ook. Charles heeft ook gestudeerd. Het was echt wel een studiebol. Hij belandt op de Loyola University. En hij haalt diploma's in zoologie, talen, scheikunde. En volgt een doctoraatsprogramma in farmacologie. En ik weet niet of ik dit nou zo goed benoem. PhD heet dat. Ik ben totaal niet van universiteit en hoe dat in elkaar zit. Maar ga er maar vanuit dat hij goed zijn best heeft gedaan en heel ver is gekomen met zijn studie. Hij krijgt natuurlijk ook niet voor niets de titel Dr. Charles Scudder. Charles wordt daarna onderdirecteur bij de stichting van een van zijn leraren en gaat daarnaast ook aan de slag als professor. Slimme jongen dus, maar Charles is niet bepaald een muurbloempje. Integendeel zelfs. Hij verft zijn haar in de meest aparte kleuren. Paars en rood bijvoorbeeld. Maar hij speelt ook harp. En dat heeft hij zichzelf helemaal aangeleerd. Het is ook een hele creatieve jongen. Ik las ook dat hij een aapje had als huisdier. Dat vind ik minder leuk. Maar goed, we spreken nu wel over een heel andere tijd. Niet alleen hij zelf is een bijzondere verschijning, maar ook zijn huis destijds in Chicago. Zijn inrichting, het was nogal apart. Alles was ingericht in barokstijl. Heel dramatisch. Goud,
grootse schilderijen, pilaren, alles moest groots en meeslepend. Nou, het was in ieder geval wel heel opvallend allemaal. Een groot deel van zijn interieur kwam zelfs bij een theater vandaan, dus het was letterlijk allemaal best wel theatraal. Daarbij heeft Charles wel een heel serieuze baan. En hij zorgt voor 2 van zijn 4 kinderen. En om zijn huishouden en de zorg om zijn 2 kinderen een beetje goede banen te leiden, zou hij hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Het is dan 1959. Charles is dan uit mijn hoofd 33 jaar oud. Jong, hé. Hey. Dat ben ik ook. Heb je al 4 kinderen gekregen? Ben je professor? Het is nogal wat. Maar ik kan er dus echt wel even wat hulp bij gebruiken. En zo komt hij dus bij Joseph Odom terecht. Ik weet niet exact hoe ze elkaar hebben leren kennen, maar Joseph Odom was iemand die heel zorgzaam was. Hij zorgde heel graag voor mensen, kon ook fantastisch koken. Dus hij was natuurlijk geknipt voor de taken die dokter Charles Scudder voor hem had klaarliggen. Dan even over deze Joseph Odom. Hij wordt ook wel eens Joey O genoemd, maar we gaan hem gewoon Joseph noemen, omdat er nog een andere Joey in het verhaal naar voren komt en dat wordt anders veel te verwarrend, dus we noemen hem Joseph. Hij wordt geboren op 27 maart 1938 in Cook County en dat, nou, ook wel heel ironisch, Cook County, man kan goed koken, in de staat Illinois. Hij is dus pas 21 jaar oud als hij voor Dr. Scudder komt werken. Charles Scudder is dan trouwens 33 jaar oud, dus de 2 schelen 11 à 12 jaar met elkaar. Dan even over deze Joseph Odom. Er is niet heel veel over hem bekend. Ik weet alleen dat hij vrij vroeg met school is gestopt, ongeveer groep 7, dat is de 5th grade in het Amerikaans. Maar ondanks dat Joseph vrijwel ongeschoold is, is hij ontzettend wijs. Hij weet veel, soms zelfs meer dan Charles zelf, dus het is geen domme jongen. Joseph die trekt dus in bij Charles. Die zorgt voor de kinderen totdat ze volwassen zijn. Maar puntje bij het paaltje, Joseph gaat daar nooit meer weg. Het lijkt er namelijk op alsof de 2 een romantische relatie met elkaar kregen. Maar hier is dus geen keihard bewijs voor. Het waren natuurlijk andere tijden. Ze durfden misschien niet open te zijn over hun homoseksuele relatie. Maar voor familie en vrienden waren Charles en Joseph echt een koppeltje. Na een behoorlijk aantal jaren hard gewerkt te hebben, is Charles inmiddels wel klaar met zijn werk. Zijn studenten worden met de tijd steeds brutaler. En zelfs de grote stad Chicago, het begint hem allemaal tegen te staan. Hij is toe aan een wat stiller, rustiger leven. Zijn kinderen zijn inmiddels het huis uit, die zijn al lang volwassen. Dus de tijd biedt er ook wel de ruimte voor. Charles begint in die tijd ook steeds meer de natuur te waarderen. Bomen, blaadjes, de stilte. De plantjes en de diertjes, hij is er helemaal weg van. Charles is altijd echt wel van de stad geweest. Maar dit veranderde dus helemaal. Joseph, die kon zijn geluk niet op, want die was altijd al meer van het rustigere leven, de natuur. Dus toen Charles met het idee kwam om het leven om te gooien, was hij er natuurlijk meer dan blij mee. Ze besluiten dus samen naar een andere plek te gaan zoeken om te gaan wonen. En dat moet dus midden in de natuur gaan zijn. En als ik het heb over een eenvoudig leven, dan heb ik het ook echt over een eenvoudig leven. Back to the basics. Geen elektriciteit, geen water, geen televisie, koken met hout, water haal je uit een put of een bron. Ze zijn echt wel op zoek naar een zelfvoorzienend bestaan. Ze besluiten te gaan zoeken in het zuidoosten van Amerika. Daar kun je genieten van alle 4 seizoenen, maar de winters zijn er niet extreem koud. Charles die stuurt meerdere berichten uit naar lokale vastgoedbesturen en op een gegeven moment krijgt hij antwoord. Iemand heeft dus een groot stuk land te koop staan, vol met bomen. Het land wordt omringd door bos. Charles die gaat daar een kijkje nemen en al snel komen ze tot de conclusie dat dit het wel moet zijn. Dit voelt goed, dit is precies wat ze zoeken en hier moet hun droomhuis worden gebouwd. Op 17 december 1975 kopen ze het stuk land. Het is een land van 16,18 hectare aan grond, wat gelijk staat aan ongeveer 24 voetbalvelden. Het is huge. En ze kopen het voor, hou je vast, $10.000. Mijn god, $10.000. Jongens, daar doen we het niet meer voor, hè? Dat kan niet meer, helaas pindakaas, maar $10.000. Hoppakee. Dit land ligt trouwens in Chattooga County. Ik hoop dat ik het ook weer goed uitspreek. Het klinkt allemaal zo speels. Chattooga.
Chautauqua County. Het ligt in de staat Georgia en dat is dus meer dan 1000 kilometer af van Chicago. 1039 kilometer rijden, begreep ik. En dan zouden wij het meer over emigreren hebben hier dan over een verhuizing. Maar goed, 1039 kilometer verderop, daar gaan ze zitten. Hoewel Charles een professor was en een goede baan had, verdiende hij geen bakken met geld. Hij verkoopt natuurlijk ook zijn eigen huis in Chicago. En dat geld gebruikt hij samen met een deel van zijn pensioen en een deel van zijn spaarrekening om dat stuk land te gaan kopen. En om dat huis natuurlijk daar te gaan bouwen. Het plan is dat Joseph en Charles dit huis ook helemaal zelf gaan bouwen. Er wordt geen bouwbedrijf ingeschakeld, niks. En dan, in 1976, op de 50ste verjaardag van Charles, gaan de twee verhuizen. Dat doen ze trouwens niet alleen, want ze hebben ook nog twee grote honden. Dat zijn echt twee bakbeesten. Het zijn twee Engelse mastiefs. Hun namen zijn Beelzebub en Arsenith. En hoe bijbels de namen van Charles' kinderen zijn, hoe heidens zijn de namen van de honden. Beelzebub is namelijk gewoon een demon. En Arsenith is afgeleid van het personage die werd bedacht door een horrorschrijver. Verschil moet er zijn. Charles zegt dus zijn baan op, verkoopt al zijn bezittingen, inclusief meubels, geeft al zijn elektrische apparaten weg, want elektriciteit is er natuurlijk niet, en verkoopt zijn huis in Chicago. Charles beweert dat hij totaal geen moeite heeft met deze verandering. Hij ziet het als een heel nieuw begin, een schone lei. Charles zou volgens sommige bronnen wel wat dingen hebben meegepikt van zijn oude school waar hij werkte. Namelijk 12.000 dosissen LSD-25 en twee menselijke schedels. De twee komen aan bij hun land. Ze maken een plan van aanpak en beginnen met het bouwen van hun droomhuis. Ondertussen slapen ze trouwens in een kleine camper op het land, totdat het huis af is. Maar ze maken in ieder geval een groot stuk land vrij. En helemaal met de hand, zonder enige bouwervaring, bouwen ze steen voor steen dat huis op. Het is echt onwijs knap. Aan het eind van de zomer is de eerste verdieping af. Hier vind je een keuken, een eetkamer en een woonkamer. En het jaar daarna kwam er nog een verdieping met slaapkamers en een dak bovenop. Dan is het huis af. Ik vind het echt bizar dat je in een jaar tijd, zonder enige ervaring, dat toch wel voor elkaar hebt. Gebokst, hè? Het is natuurlijk echt wel een stenen huis, zonder iets te hebben aangelegd. Geen elektriciteitstoevoer, geen water. Dus, nou ja, alsnog, petje af. Het huis dat Joseph en Charles bouwen lijkt qua bouwstijl op een mini-kasteeltje. Alleen dan wel met een flink duister randje eraan. Ik ben eigenlijk best wel een beetje fan van dit huis. Ik vind het heel tof eruitzien. Zeker omdat ze het ook helemaal zelf hebben gemaakt. Maar het heeft wel echt wat gotisch. En ik heb daar echt een zwak voor. Gotische dingen en gebouwen, kerken, ruïnes. Ik hou ervan. Ik snap dit idee wel. Die twee hebben waarschijnlijk een bepaald soort ideeën, fascinatie gehad. En dat hebben ze gewoon uitgevoerd. Ik vind het fantastisch. Maar dat huis staat wel vol met satanistische symbolen, attributen die te maken hebben met de duivel. En ze noemen het huis dan ook uiteindelijk Corpsewood Manor. Dit vanwege de kale, dode bomen die op het terrein staan. Corpsewood betekent natuurlijk lijkenhout. Dan weet je meteen waar die naam wel voor staat. En wat ik heel typerend vond, was een roze gargoyle boven de entree van het pand. Als je Corpsewood Manor binnengaat, heb je dus een soort van prieeltje. Zo'n rond dingetje waar je doorheen moet. En daarboven staat zo'n roze gargoyle. En ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ik zag dat ding en ik denk, oh my god, wat heerlijk, wat leuk, wat creatief. Ik weet niet of jullie weten wat een gargoyle is, maar jullie zien hier een plaatje. Het is gewoon een soort draakje. Heel grappig, vooral ook omdat hij roze is. I love it. Het is wel duidelijk, hè, dat Joseph en Charles duidelijk een fascinatie hebben met duistere zaken. Het huis kreeg echt wel een horrorthema aangemeten. Wat wel heel tof is, is dat ze dus geheel zelfvoorzienend leven. Ze verbouwen hun eigen voedsel, zodat ze dus ook hun landgoed niet afhoeven en zo houden ze de kosten laag. Op het land rondom hun huis bouwen ze een waterput, daar halen ze hun water uit. Ze bouwen een rozentuin, planten verschillende fruitbomen en natuurlijk ook druivenranken voor de wijn die ze zelf maken. Bijenkorven voor honing en een grote moestuin met onder andere mais, sla, wortels en heel veel andere verschillende groenten.
ze gaan dan wel een soort van met vervroegd pensioen, maar ze zijn nog niet werkloos, laten we het zo zeggen. Hè, er is wel flink wat werk aan de winkel om zelfvoorzienend te leven. Maar ik vind dus wel een heel mooi ideaal, hè, wat ze hebben opgezet. Het staat zo in contrast met het horrorthema. Dan het schattige moestuintje met al die sla en worteltjes. Je druivenrankjes en je boompjes. Het voelt zo onschuldig. Maar als je dan weer die roze gargoyle ziet, dan denk je... Oei, oké, het contrast is heel grappig. Niet alleen in het dorp destijds, maar ook op het internet tegenwoordig... lees je de wildste verhalen over Corpsewood Manor. Het huis ziet er natuurlijk indrukwekkend en tikkeltje vreemd uit. Meerdere mensen zagen de rare beelden op het erf... en in het huis staan. En ook veel bezoekers spotten de meest vreemde voorwerpen, meubels en kunst in huis. Die mensen daar de buurt, in die tijd waren ze nog niet klaar voor dit. Hè? Helaas. En ze waren best wel kortzichtig. Die vonden het maar raar wat deze mannen daar aan het uitspoken waren. Het lijkt ook wel echt gebouwd te zijn rondom het satanisme. In het huis staat ook een bibliotheek vol met occulte boeken van Charles. Er staan satanistische altaren. En er liggen overal bepaalde speeltjes in het huis. En dat bedoel ik niet hondenspeeltjes, nee. Boven in het huis hangt een best wel creepy schilderij wat Charles ooit maakte. En het is een zelfportret van zichzelf dus. Het is een geknevelde man met 5 kogelgaten in het hoofd. Het is in ieder geval een portret, een plaatje waar ik de kriebels van krijg. Dr. Charles Scudder zou trouwens ook lid zijn geweest van de Church of Satan, de kerk van Satan dus. Er gaat ook een gerucht, zo zou Charles ook een demon hebben opgeroepen om hun perceel te beschermen. Maar volgens een vriend van Charles was Charles helemaal geen actief lid van die Church of Satan. Hij was gewoon geïnteresseerd en geïntrigeerd door het hele gebeuren. Dus hij wilde uit interesse er meer van weten. Hij was vooral benieuwd naar de opvattingen van de kerk. Charles heeft natuurlijk altijd een hele open en zoekende houding gehad. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als ex-professor. En hij is gewoon in heel veel onderwerpen geïnteresseerd. Daarbij heb ik eventjes gezocht op The Church of Satan. Maar veel mensen weten dus niet dat het eerder een kerk is voor atheïsten. Zij aanbidden dus niet de duivel... Maar ze aanbidden meer zichzelf. Het is letterlijk echt gericht op één god. En die god die zit bij jezelf van binnen. Satan is voor hun eerder een symbool. Voor trots. Voor individualisme. En voor vrijheid. Ze beweren dus vooral zichzelf te aanbidden. En toen ik hierachter kwam dacht ik... Goh, gaat nog eens de wereld voor mij open. Maar dat is natuurlijk wel een denkwijze die heel erg past bij Charles. Joseph op zijn beurt, die stond er niet per se anders in, maar hij was Rooms-Katholiek en hij kijkt een beetje de kat uit de boom. Hij staat meer aan de zijlijn. Charles is echt degene waar ook die rare verhalen omheen ontstaan. Wat betreft alle rare voorwerpen in en rondom het huis, ook die komen allemaal bij Charles vandaan. Ik kan er niks aan doen, maar het lijkt mij dus echt een hele excentrieke, authentieke man. Ja, ik raak steeds meer geïnteresseerd in Charles. En wie hij was, ik vind het bewonderingswaardig. Een groot deel van zijn antieke verzameling komt bij een vriend van hem vandaan. Maar hij heeft ook heel wat speciale items zelf verzameld. Bijvoorbeeld een 400 jaar oud bed. En ik heb de foto's eens doorgenomen en ik dacht dat dit dat bed was. Dus je ziet het ook aan het houtwerk. Het ziet er heel prehistorisch uit bijna. Maar ook weer heel intrigerend. Mijn god, je merkt waarschijnlijk wel aan me. Ik word helemaal enthousiast. Maar ook een waterspuwer. Hij had natuurlijk wat skelettenhoofden verzameld. Waarschijnlijk heeft Charles deze dus gestolen bij zijn school. En ook wat standbeelden. Dat zijn allemaal items die hij zelf door de jaren heen heeft verzameld. Dan even over een ander gebouwtje wat ook op het terrein staat. Dat is namelijk een soort kippenhok, een kippenverblijf. Het is eerder een soort torentje en gebeuren allerlei dingen, maar niks wat met kippen te maken heeft. Maar naast dat huis staat dus een soort, smal, hoog gebouwtje. Het lijkt meer op een soort bijtorentje. Ik zou het nou niet per se een kippenhok willen noemen ook. Maar goed, het verblijf, het kippenverblijf, bestaat uit 3 verdiepingen. En het wordt onder andere gebruikt als een soort opslagruimte voor Charles zijn boeken. Of we kunnen het eerder boekjes noemen. Stiekeme stoute boekjes. Op de 3e verdieping bevindt zich een logeerkamer. Er gaan geruchten dat dit geen gewone logeerkamer is. Deze ruimte wordt ook wel de
Pink Room genoemd. Dit zou de plek zijn waar andere homoseksuele mannen naartoe komen om even lekker met elkaar de liefde te bedrijven, hè? Om het gezellig te hebben met elkaar. Ja, Joseph en Charles waren er ook waarschijnlijk niet vies van om het ook eens een keertje met anderen aan te leggen. Hè? Ze waren heel vrij in wat ze deden. Ook dat, lekker doen. Daar heb ik helemaal geen oordeel over. Ik vind het heerlijk als mensen gewoon lekker doen waar ze zin in hebben. In de Pink Room liggen ook inderdaad allemaal matrassen op de vloer. En het is inderdaad ook de plek waar veel bezoekers en vrienden mee naartoe worden genomen. Of daar alleen maar gefriemeld werd, dat is niet duidelijk. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat deze plek werd gebruikt om te feesten, omdat ze hun eigen huis netjes wilden houden. Dat was vaak niet toegankelijk voor gasten. Dus hun avontuurtjes hielden ze rechtop na in dat kippentorentje. Ik snap ook wel dat je liever niet alle bezoekers zomaar in je huis laat. Dus wat dat betreft zijn ze ook weer heel privé. Dus je hebt een heel excentriek huis. En dan vind ik het toch ook wel weer mooi dat je het zo privé houdt. Ondanks dat ze er dus wel wilde avontuurtjes op nahouden, zijn het niet de duivelaanbidders die iedereen beweert dat ze zijn. Maar wie zijn Joseph en Charles dan wel? Charles, dat schijnt echt een hele vriendelijke man te zijn. Hij staat altijd open voor een praatje en is heel gastvrij. Hij is van mening dat iedereen mag geloven en mag aanbidden wat hij of zij zelf wil. En hij gelooft als professor sterk in de eenheid van het universum. Als professor heeft hij daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. En als iemand aan hem vroeg van, joh, Charles, ben jij een duivelsaanbidder? Dan moest hij vaak ook heel hard lachen. Dus hij kon ook de lol er wel van inzien, hè, van al die roddels. Verder is Charles heel geïnteresseerd in lezen. Hij had niet alleen die tijdschriftjes liggen, ook serieuze boeken, occulte boeken natuurlijk ook. Maar hij was vooral heel geïnteresseerd in van alles. Joseph is de wat stillere van de twee. We hebben nog niet zo heel veel over hem gehoord. Maar dat heeft een reden. Want als er mensen over de vloer kwamen, dan was Joseph altijd een beetje de introverte van het stel. Charles was echt best wel extravert. Joseph wat meer ingetogen. Hij verdween dan ook altijd wat meer op de achtergrond als er mensen over de vloer kwamen. Hij is erg vriendelijk, heeft een wat zachter karakter en zorgt vooral heel graag voor anderen. En daarnaast zei ik het al, hij is een extreem goede kok. Met een paar simpele ingrediënten wist hij al een feestmaal neer te zetten. Kortom, Charles en Joseph zijn gewoon twee normale mannen die niemand een vlieg kwaad doet. Charles heeft inderdaad zijn interesses die soms wel eens kunnen doorslaan. Maar los van de bijzondere interieurstijl en de iets wat, ja, merkwaardige hobby's, zijn het echt normale gasten die gewoon hun rust vinden in hun huis. Een huis wat ze graag zelf wilden bouwen en hun droom hebben nagejaagd. Naast dat heel veel mensen dus een oordeel klaar hadden liggen voor deze twee mannen, zijn er ook best wel wat mensen die ze echt omschrijven als vriendelijk en gastvrij. Maar goed, helaas blijkt niet iedereen te weten dat deze twee mannen geen vlieg kwaad doen. We gaan dan even door naar de avond van zondag 12 december 1982. Die mannen wonen er dus al een aantal jaar. En Corpsewood Manor ligt best wel, ja, een eindje weg van het bewoonde gedeelte van Chattooga County. Daar woont een tiener genaamd Theresa Hudgens. Ze is 18 jaar oud en maakt zich die zondag klaar voor een date. Ze is pas 18, maar ze is op haar 16e getrouwd geweest. Ze is net gescheiden, hè? Moet je nagaan. Op je 16e trouwen, op je 18e scheiden. Je bent gewoon een kind. Theresa had ook binnen dat huwelijk een dochtertje gekregen, een kind. Maar die relatie liep dus niet zo lekker af. Die zondagavond, 12 december, heeft ze afgesproken met een jongen genaamd Joey Wells. En dit is haar eerste date sinds haar scheiding. En dat vind ik nog steeds heel raar om te zeggen van een meid van 18. Maar goed, het is zoals het is. Joey Wells kon zijn leeftijd niet vinden, maar het zal ongetwijfeld rond dezelfde leeftijd zijn als Theresa's. Het is een knappe, vriendelijke, lange jongen met donker haar en een klein snorretje. Maar Joey's moeder haalt Theresa dus op met haar auto, omdat de auto van Joey stuk was. Theresa wordt door die moeder afgezet bij Joey, maar daar staat Joey niet alleen op Theresa te wachten. Hij heeft twee gasten bij zich. Het gaat om zijn oom, genaamd Tony West, en een vriend van zijn oom, genaamd Avery Brock. Joey geeft aan dat zijn auto kapot is en dat hun date dus een beetje afhankelijk is van deze twee mannen en dat ze, nou ja, met hun op pad gaan die avond.
Theresa baalt er wel een beetje van, want er zit niet echt een romantische date in. Als oom en nog een andere gast mee is. Je bent met 3 mannen. En als enige vrouw, ja, ik zou me ook niet helemaal comfortabel voelen. Want Theresa kende Joey Wells ook nog niet zo goed. Ze had in ieder geval liever alleen tijd gespendeerd met Joey samen. Dan even kort over Tony en Avery. Avery Brock, dat is pas een 17-jarig jongen. Hij komt uit de buurt. Is dus bevriend met Tony West. En trouwens, Theresa en Avery zijn geen vreemden van elkaar. Volgens mij zaten ze bij elkaar op school of ze kennen elkaar vanuit de buurt. Ze hadden natuurlijk ook om en nabij dezelfde leeftijd. Dus leeftijdsgenoten in een kleine community, die kennen elkaar wel. Avery woont dus bij de oom van Joey, Tony West dus. Wel als vrienden samen in de trailer van Tony. Avery had vroeger trouwens geen makkelijke jeugd. Hij werd thuis misbruikt en uiteindelijk door zijn vader het huis uitgezet. Vervolgens begon hij maar te stelen om te kunnen overleven. Want alleen op die manier kon hij eten voor zichzelf kopen. Het is natuurlijk een hele, ja, trieste manier om op te groeien. In de tijd dat dit verhaal zich afspeelt, woont Avery Brock dus bij Tony West in zijn trailer. Tony West is dan wel een stukje ouder. Tony West is namelijk 29. Dat is dus de oom van Joey. En dat is zeker geen lievertje. Hij komt meerdere malen in aanraking met justitie, komt zelfs vast te zitten. Zodra hij weer vrijkomt, krijgt hij ruzie met zijn zwager. Die schiet hij neer. Ja, Tony is niet bang. Hij krijgt ervoor 3 jaar gevangenisstraf opgelegd. Die zwager overleeft het trouwens wel. Zodra Tony vrijkomt, wordt hij 3 keer behandeld in een psychiatrische inrichting. En uiteindelijk belandt Tony dus in een oude trailer op het landgoed van zijn zus. Hier woont hij dus al een tijdje als die Avery Brock leert kennen. Die twee krijgen een hechte vriendschap samen. En Avery trekt dus bij hem in. Er is trouwens nog een gruwelijk verhaal over Tony West. Hij was toen 14 jaar oud en zat met een pistool te spelen. Zijn 2-jarige neefje was bij hem in de buurt op dat punt. En met dat pistool schoot hij dus per ongeluk zijn neefje dood. Tony beweert zelf dat hij niet wist dat er kogels in het wapen zaten. En hij wilde aan zijn neefje laten zien dat hij er niet bang voor hoefde te zijn. En toen ging het wapen af. Het was wel geladen. De moeder van het kind had ook alles zien gebeuren. Het is echt vreselijk. Dus nou, je kunt je voorstellen, er is heel wat aan vooraf gegaan aan Tony West. Nou, deze 2 lekkere dingen, die schuiven aan bij je date. Het zal je maar gebeuren. Tony en Avery komen je vergezellen. Ik zou vriendelijk overslaan. Maar goed, Theresa, Joey, Tony en Avery gaan op pad. Ze stappen in de auto en al snel vertellen de boys wat ze van plan zijn die avond. Ze zullen namelijk een bezoekje brengen aan de duivelaanbidders van de buurt. Corpswood Manor. Ze weten dat daar gratis wijn te halen is. En Avery Brock vertelt aan Theresa dat hij de bewoners van Corpswood al eens heeft ontmoet. Avery zou zijn uitgenodigd voor een feestje daar die avond en hij mocht meenemen wie hij wil. Vandaar dat ze dus even bij dat kleine kasteel wilden langsgaan. En dit vindt Theresa best wel spannend, want ook zij kent natuurlijk de verhalen over Corpswood Manor. Maar goed, had Avery er niet bij verteld, is de echte reden waarom ze daar langs willen gaan. Ook al staat Corpswood Manor in the middle of nowhere, komen best nog wel wat mensen langs. Vooral jagers, die dan op dat terrein willen jagen. Ze bellen dan vaak aan bij Charles en Joseph om te vragen of ze toestemming krijgen om daar te mogen jagen. En ook Avery is daar dus een keertje langs geweest. Hij was een van die jagers. Zo is hij aan de praat geraakt met Charles en Joseph. Hij heeft zelfs een kijkje mogen nemen daar op dat terrein. En hij zou zelfs seks hebben gehad met een van de bewoners. Ik weet trouwens niet of dit de waarheid is. Dit is wat Avery zegt. Maar goed, het komt erop neer. Avery was onder de indruk geraakt van het huis. En vermoedt dat de bewoners van Corpswood ook erg rijk zijn. Hij heeft natuurlijk gezien hoe het er allemaal uitziet en hoe het erbij ligt. Daar moet boem te vinden zijn. Hoe kun je anders zo'n groot huis bezitten? Avery is vervolgens meerdere malen langs het huis geweest in de hoop dat hij meer informatie over het huis kon bemachtigen. Tijdens zijn bezoek mocht hij ook niet alle delen van het huis zien, dus hij kreeg nog meer die indruk dat er wel wat te halen viel. Waarom waren die bewoners anders zo mysterieus over bepaalde gedeeltes in het huis? Dit hele verhaal heeft hij toen ook gedeeld met zijn huisgenoot Tony, hè? Die stuk oudere man van 29. En Tony West en Avery Brock bekokstoven een plan om Corpswood Manor te gaan beroven. Volgens Avery lijken de bewoners ook geen familie of vrienden in de buurt te hebben. Dus als er wat misgaat, volgens hun zou niemand ze missen.
Super heftige gedachte als je daarover nadenkt. Maar goed, die zondagavond, 12 december 1982, staat die beroving gepland. Ze nemen een 22 Remington geweer mee, het is een typisch jachtgeweer. En als Theresa in de auto gaat zitten, ziet ze dat geweer ook liggen en dan schrikt ze ook wel een beetje. Ze maakt er nog een grapje over van, zijn jullie van plan om mij te vermoorden misschien? En Avery Brock lacht dat weg van, joh, we nemen gewoon een geweer mee. Voor onze veiligheid, je weet maar nooit. Het is Corpsewood Manor. Theresa weet dat de mannen ook regelmatig op jacht gaan en dit is een jachtgeweer. Dus ze zoekt er nog niet te veel achter. Maar het blijft een situatie waar ze zich niet bij op haar gemak voelt. Avery die probeert Theresa nog gerust te stellen. Met van, joh, daar wonen twee homoseksuele mannen. Die gaan jou niks doen. Het viertal komt uiteindelijk aan bij Corpsewood Manor. En als Tony aankomt met de auto, begint hij te toeteren. Dr. Charles Scudder die loopt meteen naar buiten. En hij vraagt eigenlijk direct of iemand een sigaretje voor hem heeft. Want Joseph, zijn partner, die heeft zin in een sigaret. De jongens geven Charles een sigaretje. En Charles vraagt of de groep meegaat naar dat kippenverblijf. Oftewel de Pink Room. Theresa vraagt vervolgens nog wel van, joh, waarom gaan we niet gewoon jullie huis binnen? Waarop Charles had geantwoord, niemand betreedt het huis van de professor. Ze klimmen in ieder geval ladder op en komen zo bij dat kippenverblijf. En ze komen terecht op die derde verdieping. Dat is natuurlijk die grote roze kamer waar het gebeurt. Er liggen ook twee matrassen op de vloer. Joey en Theresa gaan op het ene matras zitten en Tony, West en Avery Brock op het ander. Charles loopt weg. Hij gaat wat wijn halen. Hij komt ook terug met 3 à 4 flessen rode wijn. En terwijl die flessen wijn worden doorgegeven, hebben ze het over koetjes en kalfjes. Het is gewoon gezellig. Theresa krijgt ook wijn aangeboden, maar ja, zij doet alsof ze het drinkt. Ze zet die fles wel aan haar lippen, maar ze vindt het allemaal een beetje vreemd ruiken. En ze verbouwen natuurlijk die wijn zelf, dus ik kan me voorstellen dat het niet de wijn is zoals je die in de supermarkt proeft. Maar ja, ze had er niet zoveel behoefte aan. Zij pakte lekker de handbeet van Joey en ze vond het wel prima zo. Dan staat Avery op en hij zegt dat hij iets uit de auto moet halen, dus hij loopt weer naar buiten. Als hij terugkomt, heeft hij ineens dat jachtgeweer bij zich. Charles die begint dan te lachen en hij zegt nog voor de grap, bang bang, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij maakt zich in ieder geval geen zorgen. Avery legt het geweer naast zich neer. Dan gaat het toch echt vreselijk mis. Charles die staat op, loopt naar een olielamp toe in de kamer. En dan trekt Avery ineens een mes uit zijn laars. Hij grijpt Charles vervolgens bij zijn haar. En het mes wordt bij Charles op de keel gezet. Avery schreeuwt naar hem, ik wil je geld. Maar Charles die beweert dat er helemaal geen geld is. Later wordt ook nog beweerd dat Avery naar de auto zou zijn gelopen. Niet alleen voor het wapen, maar ook om iets tot zich te nemen. Het heet een toedaloo. Dat is een soort mix van onder andere verfverdunners en vernis. En als je dat dan inademt, dan word je daar dus ja, high van. Er wordt beweerd dat die tieners dat in de auto al zouden hebben gesnoven. Maar Theresa die beweert dat dat nooit gebeurd is. Die was natuurlijk overal bij. Het werd later wel in de auto gevonden. Dus of die jongens onder invloed waren, dat houden we een beetje in het midden. Misschien hebben ze het stiekem gedaan zonder dat Theresa het zag. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik kan me zo voorstellen dat dit alles wel moet zijn gebeurd onder invloed. Inmiddels heeft Tony dat geweer gepakt, houdt Charles onder schot. En Avery die heeft het mes gepakt en scheurt wat lakens in stukken. Ze binden dan Charles' handen vast achter zijn rug en zo ook zijn voeten en ze knevelen hem. Theresa die wist helemaal niks van dit alles en die begint te huilen. Ze is doodsbang. Zij zegt ook letterlijk tegen Tony en Avery van, joh, beroof ze, maar doe ze alsjeblieft niks. Tony reageert daar ook echt zo verschrikkelijk agressief op. Hij zegt letterlijk tegen Theresa dat ze haar bek moet houden en dat dit zijn manier van leven is. Zij moet zich er maar niet mee bemoeien. Charles blijft, ondanks al het vreselijk wat zich daar plaatsvindt, onwijs rustig. Hij lijkt zich ook niet te verzetten. Ik krijg ook het idee dat hij niet helemaal door had dat dit geen grap was. Hij vraagt ook letterlijk van, joh, wat willen jullie dat ik doe? Ik speel het spelletje wel even met jullie mee. Dus hij neemt het niet helemaal serieus. Of hij is wel ontzettend bang, hè, doodsbang, dat hij op die manier aangeeft mee te willen werken met alles. Maar goed, op een gegeven moment komen die jongens, Tony en Avery, er ook achter dat Joseph ook thuis is. De partner van Charles.
Teresa en Joey die kunnen dit alles niet meer aanzien. Hè. Ik snap ook niet waarom ze die twee hebben meegenomen. Ik snap het daadwerkelijk niet. Dat plan heb je misschien met z'n tweeën gesmeed. Dat is al vreselijk genoeg. Maar waarom twee ooggetuigen? Waarom? Zij kunnen het ook niet meer aanzien en proberen te vluchten. Op een gegeven moment hebben ze dus door dat Joey's oom Tony achter ze aan zit met het geweer. En hij schreeuwt ook naar ze: als je nu niet terugkomt, dan schiet ik jullie allebei neer. En uit angst geven ze de vluchtpoging op en komen ze weer terug. Ze besluiten maar naar hem te gaan luisteren en klimmen weer naar boven, naar de Pink Room. Hè? Naar die derde verdieping van het kippenverblijf. Boven houdt Avery ineens het mes weer op de keel van Charles. En nog steeds blijft die man ontzettend rustig. En dan geeft op een gegeven moment Tony het geweer aan Avery. En dan zegt hij iets verschrikkelijks. Avery zegt dat hij naar beneden gaat om beide honden en Joseph uit de weg te ruimen. Dus dat doet Avery. Hij gaat naar beneden, het huis binnen. En ineens horen ze in het kippenverblijf ook 4 à 5 schoten. Daarna komt Avery teruggerend. En dan zegt hij doodleuk: ik heb je honden en je man vermoord. Alsof het niks is. En vanaf daar heeft Charles wel door dat dit foute boel is. Hij begint ook hartverscheurend te huilen. En wat ze dan doen, dat vind ik ook zo onmenselijk. Ze nemen Charles mee naar het huis, daar waar Joseph en de twee honden op de grond liggen. Charles die ziet inderdaad een plas bloed liggen. Joseph ligt daarbij. Hij ligt op de keukenvloer, half in de keuken, half in de woonkamer. En dan begint hij ontzettend hard te schreeuwen en te huilen. Ongecontroleerd natuurlijk. Het was naar mijn idee gewoon echt de liefde van zijn leven. Hij probeert ook koste wat het kost bij het lichaam van Joseph te komen. Maar Tony en Avery houden hem continu tegen. Ze trekken hem weg en dwingen Charles weer met ze mee te lopen. Dus ze lopen met z'n allen over het lichaam van Joseph heen richting de bibliotheek in het huis. En terwijl ze daarheen lopen, komen ze dus ook langs de twee doodgeschoten honden. Ook zij liggen in een plas bloed vlakbij het fornuis. Het is zo zielig. Gewoon zonder pardon ook, hè? Als een soort waarschuwing van: we willen nu echt je geld. Het is menens, het is geen grapje. De reactie die Charles daarop geeft, het gaat door merg en been. Ze komen dus met z'n allen aan bij de bibliotheek. Daar wordt Charles in de bank geduwd. Voor de zoveelste keer vragen ze aan hem: waar ligt dat geld? En Charles blijft maar volhouden dat er geen geld is. Hij schudt ook steeds met zijn hoofd van: jongens, laat het nou eens tot jullie doordringen. Er is geen geld, alles zit in het huis wat ik hier heb gebouwd. Zo blijven ze ongeveer een half uur lang doorgaan. Maar ze krijgen niet het antwoord waar ze zo op hoopten. Tony raakt dan gefrustreerd. Hij vraagt waar de strijkbout ligt. Maar er was in Corpsewood Manor natuurlijk geen elektriciteit. Dus ze hadden geen elektrische apparaten in huis. Gelukkig maar, want ze waren van plan Charles zijn staart te bewerken met een strijkbout. Toen ik dit las, dacht ik ook aan een heel ander motief. Het zal ze ongetwijfeld om het geld gaan, maar ik denk ook dat er een flinke dosis homohaat bij is komen kijken. Ik bedoel, dat je iemands geslachtsdeel wil verminken, dat zegt voor mij dan weer een hoop. Charles die probeert koste wat het kost bij zijn geliefde Joseph te komen. Dat blijft hij maar proberen, maar zijn benen zitten nog vastgebonden. Dus dat gaat niet al te makkelijk. Ook al roept Tony dat hij moet stoppen, dan gaat Charles toch door. Hij moet en zal naar Joseph toe gaan. En dan begint Tony op Charles te schieten. Hij raakt hem precies met een kogel tussen zijn ogen. Teresa die ziet natuurlijk ook alles wat er gebeurt. En voor haar, het is niet te bevatten wat hier ook allemaal plaatsvindt. Ze wordt ontzettend misselijk. En terwijl Charles voor zijn leven aan het vechten is, richt hij zich tot Teresa. Hij vraagt aan dat meisje: Teresa, ben je in orde? Dus ondanks dat hij daar aan het doodbloeden is, bekommert hij zich toch nog om de jonge Teresa. Ik kan me ook niet voorstellen hoe overstuur dat meisje moet zijn geweest. En dat is natuurlijk iets wat Charles ook zag. In zijn laatste momenten, dat hij zich nog bekommert om haar. Ja, het is gewoon heel verdrietig allemaal. Avery en Tony zijn helaas nog niet klaar met Charles. Ze blijven zich agressief gedragen. Hij weet zelfs met al zijn kracht nog op te staan en richting Joseph toe te lopen. Dus Charles leeft nog amper. En zelfs dan heeft hij de wilskracht om nog op zijn benen te gaan staan en de richting in van zijn geliefde te lopen. Maar goed, Tony West laat dat niet toe en schiet Charles nogmaals 2 keer in zijn hoofd. Zelfs na deze schoten geeft Charles niet op. Hij blijft maar kruipen naar Joseph. Terwijl, eigenlijk leeft hij nog amper. Maar hij heeft zo'n sterke wil om bij hem te zijn. En het lukt hem uiteindelijk ook. Charles
valt dan ook uiteindelijk naast Joseph neer. En daarna beweegt hij vervolgens niet meer. Tony gaat dan in het huis op zoek naar geld. Ze halen alles overhoop. Die twee denken dat ze nog steeds de jackpot in handen hebben. Maar later blijkt dat er inderdaad eigenlijk niks van waarde in dat huis ligt. Niks wat makkelijk mee te nemen is. Uiteindelijk vindt Tony een leren jasje wat hij aantrekt. Ze vinden een gouden harp, maar die is bijna niet mee te nemen. Dus ze komen tot de conclusie, die past niet in de auto. Avery loopt dan nog één keer langs het lichaam van Joseph. En maakt er nog een verschrikkelijke opmerking. Schiet Joseph nog een keer door zijn hoofd om zeker te weten dat hij dood is. En daarna vertrekken ze pas, nadat alle spullen van waarde zijn ingeladen. Tony, Joey en Teresa vertrekken met de auto waarmee ze eerder zijn gekomen. En Avery pakt de jeep mee van Charles. Ze rijden dan naar het huis van de moeder van Joey. Joey begint Teresa dan ook onder druk te zetten. Hij vraagt steeds opnieuw aan het meisje of ze alsjeblieft niets wil vertellen. Hij bedreigt haar zelfs. Want als zij naar de politie zou stappen, dan vermoord ik je. Dat zijn zijn eigen woorden. En daarbij, ik snap nog steeds niet waarom ze Teresa hebben meegenomen. Zo gek. De dagen na de moorden blijft Teresa dus bij Joey, bij zijn moeder thuis. En dit is puur om Teresa onder druk te zetten. Joey laat haar niet gaan. Hij wil niet dat ze weggaat en doet er alles aan om haar constant te controleren. In dat huis is ook geen telefoon, dus Teresa heeft geen mogelijkheid om ergens naartoe te bellen. Teresa weet niet heel veel meer van deze tijd. Ze sliep vooral veel. Ze verkeerde in shocktoestand. En achteraf wordt eraan gedacht dat Teresa waarschijnlijk iets toegediend heeft gekregen. Dus dat ze gedrogeerd zou zijn. Op een avond gaat Joey naar een paar vrienden toe en hij neemt Teresa mee. En op een gegeven moment laat hij haar een momentje alleen. En dit is Teresa haar kans om bij een telefoon te komen. Ze belt dus snel een vriend op, die komt haar ophalen en hij zet haar af bij haar ouders thuis. Eenmaal daar aangekomen vertelt ze hen alles en ze besluiten de politie in te schakelen. Op dinsdag 14 december 1982, dus 2 dagen na de verschrikkelijke moorden in Corpswood Manor, is een vriend van Joseph en Charles onderweg naar dat landhuis. Er is namelijk een gezamenlijke vriend van ze gestorven en hij wil dit verdrietige nieuws met ze delen. Maar omdat Charles en Joseph natuurlijk geen telefoon hadden en geen elektriciteit, moest hij dit face-to-face doen. Zij ging bij ze langs. Eenmaal daar aangekomen ziet hij dat Charles zijn jeep weg is. En dan loopt hij naar de groene keukendeur, die staat open. En als dat al niet vreemd genoeg is, zit het raam bij de deur ook nog eens vol kogelgaten. Nou, die vriend die daar rondloopt, die kiest eieren voor zijn geld en besluit niet het huis binnen te gaan, maar de politie in te schakelen. Dat doet hij door zo snel mogelijk naar de eerste, de beste telefoon te rennen, want die is natuurlijk niet in de buurt op dat punt. Ik kan me voorstellen dat je ook doodsbang bent. Maar goed, uiteindelijk heeft hij een telefoon gevonden, belt hij de sheriff en die komen al snel ter plaatse. Die agenten weten precies de weg, want Corpswood Manor, ja, het heeft nogal een naam gekregen. Maar er zijn ook verschillende meldingen binnengekomen van buurtbewoners die klagen over Charles en Joseph en over wat die mannen daar allemaal aan het doen zijn. Ik kan me zo voorstellen dat ze niet echt overlast veroorzaakten, want ja, dat huis lag zo afgelegen, maar mensen hadden gewoon een mening over hen. Nogmaals, ik denk dat heel veel mensen in die buurt homofoob waren, bevooroordeeld. We hebben ook nog te maken gehad met de Satanic Panic. Alles wat ook maar heidens was en niet gelovig, ja, weet je, er ontstond gewoon bijna letterlijk een heksenjacht. De sheriff heeft zelfs eens een keer een aanklacht ingediend. Probeerde ze aan te klagen voor alle duivelse praktijken die daar plaatsvonden. Maar gelukkig zonder succes. Maar goed, de agenten komen aan bij dat huis. Op die keukenvloer vinden ze Joseph en Charles. En verderop die twee honden, die liggen bij het fornuis. De twee mannen, de honden, ze zijn allemaal dood. Het is echt een verschrikkelijke plaatsdelict. Alles ligt ook overhoop. Er wordt een grootschalig onderzoek gestart en bij het doorzoeken van het huis vinden ze nogal wat interessants. Zweepjes, ijzeren kettingen en vooral veel occulte items. In Charles' bureau vinden ze 3 flesjes LSD. Daardoor denkt de politie dat waarschijnlijk drugs het motief is voor deze moorden. Even later wordt de politie gebeld. Het is Teresa Hudgens. Teresa vertelt de politie dat ze meer weet over deze moorden en dat zij alles heeft zien gebeuren. Ze vertelt ook dat Joey Wells een ooggetuige is. Joey Wells wordt natuurlijk ook opgeroepen om naar het politiebureau te komen,
Maar beide worden verhoord als zijnde getuigen. En dan wordt er al snel duidelijk wat er precies met deze slachtoffers Charles en Joseph is gebeurd. Avery Brock en Tony West zijn in de tussentijd op de vlucht geslagen. Het is hun plan om de richting op te gaan van Mexico. Een paar dagen na de moorden in Corpsewood Manor slaan ze weer toe, waarbij ze dus weer het slachtoffer maken. Het gaat hier om een 26-jarige man genaamd Kirby Phelps. Kirby die staat met zijn auto te wachten bij een rustpunt. En die twee mannen, Tony en Avery, die waren op de vlucht en hadden geen geld meer. Dus zij overvallen Kirby Phelps, ze handboeien de man. En ze nemen hem mee naar een rustig afgelegen plekje bij wat struiken en bomen. Ze zijn dus van plan om de auto van Kirby Phelps te jatten. Dus alle spullen die ze hadden opgeslagen in de jeep, die laat Avery over naar de auto van Kirby Phelps. Het is een Toyota trouwens en nou ja, met die auto zullen ze verder vluchten. Maar goed, op het moment dat Avery de handboeien van Kirby Phelps vast wil maken aan een boom, grijpt Kirby zijn kans en probeert te vluchten. Hij rent weg. Waarop Tony West begint te schieten met zijn wapen. En hij raakt Kirby Phelps 3 keer in zijn hoofd. Hij is op slag dood. Tony en Avery gaan er daarna weer vandoor. Maar op een gegeven moment krijgen ze oneenigheid met elkaar. Hun wegen scheiden. En ze gaan apart van elkaar op de vlucht. Hoe het volgende nou precies in elkaar zit, dat weet ik niet. Want verschillende bronnen vermelden weer verschillende dingen over hun arrest. De ene bron vermeldt dat Avery Brock zichzelf kwam aangeven. De andere bron zegt weer dat ze hem op het spoor kwamen door zijn moeder die hij zelf had gebeld voor hulp. Hè. Hij liep op een gegeven moment vast, want Tony had de auto meegenomen. Avery was alleen achtergebleven. En toen zou hij zijn moeder hebben opgebeld van hey, kom me halen. En zo zou de politie hem gevonden hebben. Dus of hij zichzelf heeft aangegeven of gearresteerd is, dat weet ik niet. Datzelfde geldt voor Tony West. De ene bron vermeldt dat hij is opgepakt door de politie. De andere bron vermeldt dat hij ook zichzelf kwam aangeven omdat hij geen zin meer had om te vluchten. Hij is op een gegeven moment een bar binnengelopen van hey jongens, pak me maar, ik ben schuldig. Daar zat blijkbaar een politieagent. En zo zou hij zijn opgepakt. Hoe het allemaal zit, ik laat het in het midden. Puntje bij het paaltje. De twee zijn opgepakt. Dat is het belangrijkste. En wat nog belangrijker is, is dat deze twee een gepaste straf gaan krijgen. Theresa en Joey leggen beide een getuigenverklaring af. Zij moeten ook getuigen in de rechtszaal. Ze weten natuurlijk alles tot in elk detail te beschrijven. Dit verhaal wat ik jullie vertel is niet voor niks zo gedetailleerd. Het komt puur en alleen door Theresa en Joey die alles hebben kunnen navertellen. Met name Theresa dan. Joey die heeft natuurlijk later ook nog Theresa bedreigd. En Theresa is uiteindelijk degene die met haar geweten naar de politie is gestapt. Tony en Avery krijgen in ieder geval uiteindelijk een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Tot op de dag van vandaag zitten ze daar nog steeds vast. Maar in die tijd zat het nog niet zo simpel in elkaar. Buurtbewoners, agenten zelfs, waren van mening dat deze twee mannen, Joseph en Charles, het over zichzelf hadden afgeroepen. Zij waren die duivelsaanbidders. Zij waren homoseksuelen. Dus ze zijn helemaal zelf schuldig aan dit alles. Dat is natuurlijk echt ontzettend verdrietig dat mensen zo over deze twee mannen dachten. Het waren natuurlijk twee buitenbeentjes. Twee mannen die hun eigen denkwijze erop nahielden. En dat werd door eigenlijk niemand in de omgeving geaccepteerd. Schijnbaar verklaart Avery later ook nog in de rechtszaal dat hij dus iets seksueels met Charles heeft gedaan. En dat hij uit wraak deze mannen heeft aangevallen. Dus dat het ze inderdaad niet alleen om het geld te doen was. Het is natuurlijk een enorme tragedie. En van Corpsewood is ook niet veel meer over. In 1983 werd daar helaas een brand gesticht. Ook dat, denk ik, jeetje jongens, laat dat pand toch met rust. Hier hebben die twee mannen echt een ziel en zaligheid ingelegd. Het is op dit punt net een ruïne. Delen van het gebouw zijn nog wel te zien, maar veel is dus door de brand verwoest. Echt super zonde. Dit was het levenswerk van Charles, die bijzondere man. Dat mensen dat een jaar later in de fik gaan steken. Ik heb daar maar één beeld bij. En dat is dat dit soort mensen ja ook gewoon veroordelend waren. Dat nog even een trap na is. Een ontzettend verdrietig en heftig verhaal. Dit was het verhaal van Corpsewood Manor. Het is een lange zit geweest. Ik heb het bloedje heet hier zo in de hitte. Wat een interessant verhaal. Wat een bijzondere mannen. Ik was er echt een beetje stil van toen ik hoorde van alle details. Maar zo heftig. En ook natuurlijk voor Theresa, hè, die niets vermoedend op een date gaat met een jongen. Terwijl ze net gescheiden is. Een meid van 18.
en al dit alles heeft moeten aanschouwen, die loopt natuurlijk rond met een levenslang trauma. Laat mij natuurlijk weten wat jullie vonden van het verhaal van Corpsewood Manor. En volgende week ben ik er weer. En ik ga alvast verklappen met welke zaak ik ga komen. Namelijk de zaak van Judith Barcy. Zit volgende week dus weer klaar om 4:00 in de middag. Let op, deze video bevat een reclame. Surfshark, ontzettend bedankt voor de samenwerking. Surfshark is een VPN-service. En als jij verbindt met een VPN, kun je dus veilig het internet op. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van mijn kortingscode voor 3 maanden gratis Surfshark en een exclusieve deal. Het linkje staat onder in de beschrijving en zo ook de code en alles over Surfshark als je dat nog even wil nalezen. En dan zeg ik tot volgende week en bedankt voor het kijken.